Hallo allemaal, mijn naam is Tom en vandaag gaan we verder met Minecraft Let's Play deel 16. En ik heb goed nieuws, de Cave Spider XP farm is af. Alleen hij werkt wel slechter dan in Minecraft 1.2.5. Dus dat is wel jammer, maar ja, ik heb een tijdje gebruikt, ik heb level 30 nu. Dus ik dacht, waarom beginnen we niet eerst met iets enchanten? Maar ja, ik ga geen armor enchanten, want het is iron armor. Ik ga ook geen zwaard enchanten, want dat niet belangrijk. Ik ga een diamond pickaxe enchanten. Dus dan pakken we wat diamonds. Waarvan we dus aardig veel hebben. Waar zit hout in? Hier. Zo. En nemen we. Ho. Handig. Zo. En laten we dan naar boven gaan. En. Ik heb nog niet alle tafels vol. Ik moet nog één. Oh, dit is heel erg handig opgesteld voor mij. Ik wil even weg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tafels. 9 tafels zijn in totaal heel veel koeken. Ik heb er geen zin om te rekenen. Oh, dat maakt het. Oh ja, wat ladder nodig. Dat is best wel naar. Shit. Nou, dan even het koeien killen. En breeden. Dan doen we dat maar even eerst. Ai, het zijn weinig koeien. Oh, ik heb wel lekker veel kippen dan, zeg. Jeez. Ik mag wel sterven. Of je ook voor mij, de kast. Ah! Niet één. Ah, maar één. Daar ook niks mee. Ah, nauwelijks helft meer. Oké, okay, zou ik brood maken? Want ik nu eerst gezond ben ik echt allemaal XP kwijt. En dat vind ik niet leuk. Ah shit, ik heb er geen één. Oké, heb ik eten nog? Nee. Dan stel ik het volgende voor. Dan gaan we eerst maar eventjes op koeienjacht. Want ik moet een ladder hebben. En dan moet ik eerst even iets weer rekenen. Ik had nog, kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 boekenkasten nodig. Het zijn 30 boeken, is 30 ladder. Moet ik totaal hebben. En 1 boek heeft. Ik heb al genoeg peper. Dus 30 ladder moet ik hebben. Dus gaan we even koeienjacht. En ja, er zijn genoeg koeien hier in de buurt. Zo halen we het, anders ga ik even offline verder lopen. Want ik wil wel zo snel mogelijk even het enchanten kunnen doen. En dan ook nog zo snel mogelijk de XP van laten zien. En eigenlijk het plan van vandaag was om een normale mobvorm te maken. En ik wil wel aan toekomen. Ik zet mijn sensitivity iets lager. Dat is beter. Oké, we hebben er al 9. Ik denk wel dat ik het snel red. Dat ik niet offline of verder te gaan. En over de slime farm. Hij doet het nog niet echt super. Ik denk dat ik deze soldaat hoe die is. En dan ga ik op level hoogte 6. Dat is dus bij I en zo. Hoogte 6 ga ik dan op die hoogte de slime farm maken. Want in SMP, wat het ook eigenlijk is, werkt hij dat veel beter op die hoogte. En op andere hoogtes, dat spawnt er helemaal niks. Dus ik doe gewoon hoogte 6. Oké, 12, ladder al. Ik heb dat ik gewoon toch passeer eventjes record even passeer, dus ik ben zo terug. Hey mensen, ik ben weer terug en er is iets heel stoms gebeurd. Oh, wacht even, ik ben zo terug. Zo, mijn muis is weer terug. Er is inderdaad iets heel stoms gebeurd. Ik leg nog even uit wat het is. Ik had het eerste gedeelte een dag aan de Christen opgenomen.
En ik stopte dus bij dat ik een ledder ging zoeken. Nou, ik had 17 ledder gevonden. Ik had een broekkast gemaakt. Ik had dit erin geharvest. En ik had de broekkast dus gemaakt. Ik ging enchant. Ik kreeg efficiency 4. Toen kan ik verder met andere dingen doen. Waaronder, was het weer. Ik ging naar de case bij de XP farm. Ik geweest. Ik heb bij de slime farm nog wat dingen gedaan. Want ik probeerde daar op level 6 wat te doen. Is wel gelukt. En die recordings zijn allemaal mislukt. Want mijn opnameprogramma tripte hem en alles was weg. Dus ja, dat is wel kut. Dus dan gaan we gewoon nu weer verder met episode 16. Of voor mij is het episode 16 nu. Dat is met episode 17 aan het opnemen. Maar ja, dus dat is allemaal al gedaan. Dus wat ik nu eventjes wil gaan doen is dit harvesten. En binnenkort ga ik ook dispensers inzetten, dat kan dus gewoon nu. Met buckets en dispensers. Nee. Oh, die gaan dus wel mee. En ik wil deze farm verder uitbreiden. En wat ik leuk vind om deze episode nu te gaan doen, is wat een beetje te gaan traden. Dat heb ik ook een beetje geprobeerd. En daarvoor had ik heel veel sugarcane nodig. Want één vroeg mij 20 paper voor 1 emerald. En dat vond ik best een mooie trade. Zo, heb ik nodig. Maar ja, op de achtergrond hoor je misschien wel heel veel auto's, mensen rondlopen. Het kan kloppen, want ik zit nu 1 meter, mijn microfoon zit 1 meter van het raam af. En daarnaast mij is een dokter en allemaal de mensen die ouder dan 50 zijn nu bezig daar een prik te halen. En dat is irritant. Dus daar heb je me even last van. Ik kan zelf ook niks aan doen. Zo. Zo dan. Dat is klaar. Ja, geen zin in bomen te harvesten. Ik ga weer sugarcane harvesten. We kunnen zo een grote trade gaan doen met die villager. En wat ik eigenlijk ook wat mee bezig was in episode 17 tijdens de opname is met een mob farm. Al ik had niet heel veel dingen gebouwd. Eigenlijk helemaal niks. Alleen voorbereiding. Maar het allemaal is mislukt en dat is dus jammer. Dus ik ga nog zo even opnieuw de case bij de XP van laten zien. En we gaan ze daarna even traden. Wat ik dan denk te doen is, we gaan even naar de nether. En wat ik dan ga doen, ik denk niet dat ik een mob farm binnenkort ga bouwen. Aangezien ik het niet echt heel erg nodig heb en zo. En ik had de mob farm eigenlijk heel erg nodig om gunpowder te krijgen. Om TNT te maken voor de slime farm. Maar aangezien ik toch nauwelijks dingen met sticky pieces of zoiets maak, is dat niet meer echt nodig. Dus dan daar wacht ik dus wel een tijdje mee. Dus ik eerst met naar de nether gaan om andere dingen te doen. Bijvoorbeeld potions voor de case spiders te gooien. Kun je die er weer maken en zo. En dan daarna wil ik nog even in die berg. Dus bij ja, in die cave allemaal dingen gaan bouwen. Dan misschien daar gaan wonen. En ik kreeg een reactie van Mr. Colin. Dat is iemand op waarmee die mij dus heel lang al volgt volgens mij. En die maakt ook. Die zit ook op de server waar ik op zit. En we waren vroeg een bouwteam en zo. Maar ja, hij had een reactie geplaatst zo van maak een huisje in een berg met zo'n groot balkon en zo. Dat ben ik ook van plan. En dan. Ik ga niet echt een woonhuisje doen, maar dan ga ik in die berg denk ik een soort van dakterras balkon maken met een soort van restaurantachtig uitziend iets. En dan in die, daar gaat een lift naartoe, een sticky piston, nee, een piston lift. Want die cave daar naast daarboven. Dat ben ik van plan om dan te doen. En het lijkt mij vet. Zo. Dan donderen we de cowboy weer weg.
zo. De TNT. Daarin. Die daarin, die erin. Die daarin. Oh. Nee, ik wel nodig. Zo, die weg. En ik heb al een emerald. Ja. Dan gaan we zo even een grote trade doen. Met de villagers. Zo even organiseren. En even snel slapen, lijkt me handig. Zo dan, dus gaan we nu even lekker traden met villagers. En yes, ik heb nog even arrows. Niet dat ik ze de villagers afknal of zo. Dat is handig om arrows bij me te hebben. Maak nog even een paar. En ik zag dat ik best dom was. Mijn in het stukje van net, als het is opgenomen dan. Dat ik een koe breedde en dat ik toen de koe killde. Twee koeien killde. Terwijl nu, daar heb ik nog maar één koe. Dat is heel slim voor mij. Maar ja, we gaan naar de village toe. Ik ga deze village echt groter maken. En helemaal repareren zodat er nieuwe villages komen, nieuwe trades. Dat lijkt me ook een mooi idee. Zo. Deze is echt een goede villager, vind ik. Zo. Ik denk hierna dat deze optie ook verdwijnt. Ik weet wel zeker, want ik kan er nog een trade doen. Nee, hij houdt hem nog. Hij houdt hem nog. Hij houdt hem nog. Yay. Goeie villager. Nou, dat was het alweer. De trade. Nou, deze villager gaan we echt houden. En dan gaan we nu naar de case bij de XP farm. En dan gaan we daarna de village even repareren. Want ik vind de village echt lelijk. Ik denk dat jullie dat ook vinden. Maria. Emerald. Daarin. Paper. Daar. Daarin. En dan gaan we naar de Cave Spider XP farm. Ja. En hij werkt best goed. Alleen in SMP. Sinds het allemaal S&P is dit, werkt hij iets slechter dan even met 5. In even met 5, ik ga helemaal de verkeerde kant op. Ik ga naar de slime farm nu. In even met 5 werkte de, laat ik zo even zien als ik ben. Want, ja. Dus nu blijven de case bij de geheel een beetje heen en weer. Soms zie je eruit glitchen. In even met 5 in singleplayer bleef ze echt mooi netjes binnen het blok en nu gaat ze er helemaal uit, dus dat is best wel irritant. Dus krijg je ook heel snel potion damage en zo. Poison damage, dat is hem. Niet poison, maar poison. En hier is het dus, hier achter de cave spiders, de spawn, dus ik ga het niet kapot maken als het komt hierin. En ik kan wel even laten zien dat het werkt, dus ik ga even zien creative mode, als jullie het erg vinden. Hier zie je dus de spawner. Zet ik een piece of zo? Ja, ik dacht al. Hier is dus de spawner. Met water, dus ze vallen hierin. Worden ze op de sters geduwd. Doen we in het zuinblok dat water. Ze worden in het midden gecentreerd. En dan komen ze allemaal hierin. Worden ze door het water geduwd. En dan komen ze hieruit. En. Dus in 95 bleef ze mooi hier boven tegen het hekje aan hangen. Nu gaan ze het op en neer. En dat is soms wat irritant. Soms blijft ze daar ook vast. Maar ja, dat heeft niks te maken. Dat is ook een 1.5 of zo. Hierachter is best wel veel redstone. Deze echt van Xuma Void. Dat is degene die dit heeft gemaakt. Werkt best goed. En als je F3 doet. Zie je. Onder Minecraft 3, onder C, zie je E.10. En dat slash hun. Dus de eerste getal achter de E, dat zijn een aantal. En dan moet je zelf de mobs richten. Dat zijn een aantal
casepaden die op dit moment hier nu zitten. Er zijn er 14. Dus ook als ik hem even kijk, komt er wat aan? Ja, komt er wat aan. Laat die eventjes erin gaan. En wat je dan doet, als ze er allemaal in zitten, haal je de reliever, haal je over, laat je aanstaan. Laat je ze stikken. En dan sla je ze. Ga naar beneden, laat hier even staan. Dan gaat het XP, dat is veel. En dan zie je weer aan. Oh, dat was niet slim voor mij. En daarom moet je ook eerst alles pakken en daarna pas naar beneden gaan. En ik zag dat het nog wat string naar beneden viel. Dus daar wel schroef ik jullie op. En wat ik ook ga doen, ik ga een download van deze wereld uitbrengen, zodat jullie de wereld kunnen downloaden. Alleen waag niet bijvoorbeeld coördinaten van Diamond te zeggen, want dat doet niks mee. Dat maakt er helemaal niks uit. Ik hou van legit. Ik hou niet van cheaten en zo. Nou ja, zo werkt hij. Ik krijg erg veel XP'er van, maar naarmate de levels hoger worden, ik ben nu level 18. Van als het tot level 16 heb je 17 XP nodig om 1 level up te gaan. En de XP balletjes hangen er vanaf hoeveel XP ze bevatten dus. En bij level 17 heb je 20 XP nodig, bij level 18 23, gaat elke zo meer. Dus daarom zie ik dat we nu steeds meer XP nodig hebben om hoger level te komen. Dat was wel heel makkelijk geweest. En die onderste gaat dicht, zodat er geen nieuwe spinnen meer binnenkomen. Hoop, dat is niet slim. En hier kon je normaal ook gewoon een Potion of Harming 1 opgooien. Zodat ze in één keer dood zijn en dat je in één keer een pak XP krijgt. En je kunt het gewoon met je hand slaan. Je moet niet zwart gebruiken, want het zijn 1 hit kill. Dat maakt er heel veel van. Maar ja, zo werkt hij dus. Ik ga weer terug naar de oppervlakte. En ik denk dat we bijna weer iets kunnen enchanten. Maar ik ga nog heel even naar de Nether. En dan is de episode ook weer voorbij, vind ik. Aangezien ik nu in de woonkamer zit en mijn vader zo thuis komt, is het ook niet handig als ik dan blijf het opnemen. Dan, want hij gaat dan heel hard muziek opzetten. Dus dan moet ik ook zo weer stoppen. Dus ja, gaan we eventjes snel een Nether portal maken. En dan denk ik nog niet de fitness repareren. Ik doe een andere keer wel. En dan de volgende episode gaan we iets met de fillets aanpassen. Of gaan gewoon lekker de Nether in. Met het Netheren. Heb ik. Die heb ik. Zit hier. Perfect. En ik ga hem op een hele vreemde plek bouwen. Dus dat is voor jullie goed, denk ik. In die cave. Want we gaan in die cave wonen binnenkort. Dat jullie heel veel hebben verteld. Dorstjes meer. Wat er dan leuk aan is, je kunt een soort secret base maken, zo'n gevoel heb je dan. Je hebt al helemaal uitgeholde ruimte. Het is gewoon nice, vind ik je. En daar is hij, achter de cave. Want je kunt ook zien in mijn SCP-serie, ik woon dus ook in de cave, en dat is een beetje hoe het werkt. Dus dan kun je bijvoorbeeld, als je het helemaal van paden hier langs maakt. Ik moet ergens storage room doen en zo. Of zo'n simpel huisje zo. Kun je wel daar weer een farm maken. Nou, ik moet eerst een keer nog allemaal alles oplichten. Echt groot cave dit. Kom op, haal de sprong. Yes. Joe, ook contact. Maar ja, ik ben daar gekomen. Even terug naar daar spelen. Oh, sorry. Dan maken wij. Even kijken. Hier het portaal.
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Zo, zo. En dan heb ik een obsidian misplaat, maar ik heb hem niet uit. Ik heb efficiency 4. Ik ga laten zien. Ah, oh, dat is dan jammer. Deze opzet. Ik zie. Hij is nu kapot. Heel snel met efficiency 4. Vloep. En de kans is groot dat ik nu erg ga laggen. Want als ik meestal op mijn wereld verander, dan lag mijn Minecraft zeer zwaar. Dus hopelijk nu niet. En ja, dus wel dus. Maar lag wel. En ik ben in de Nether, eindelijk. En bij de glitches hier, ik hoor gas. Ze zitten bij de oppervlakte. Ja, wel op de vlakken. Dus hier ergens moet een open ruimte zijn. Nee. Ja, is een ghast, dus dat betekent een grote open ruimte. Laat deze verbruiken. Ja. Hier is wat. Nee. Waar is dat beest? Ik maak me echt mijn pickaxe echt heel snel kapot. Best wel dom van mij dit. Daar is die. Kom op. Waar is die gast? Laat maar de oppervlakte zien. Ik kom dichterbij. Hè? Waar is dat ding nou? Ja! Oh, ik lijk niet zoveel in de Nether als ik had verwacht. Ik ga even verder in de Nether. Ik had zo'n 20 verwacht. Zo, met Silk gaat het echt nog beter. In de S&P's heb ik Silk Touch 1. Efficiency 4 en Unbreaking 3. Nou, dan haak je echt Glowstone. Krijg je ook Glowstone blok zelf terug. Dat oont. Maar nog steeds. Nergens een. Cast te bekennen.